Ik heb een korte toespraak gehouden en gewezen op de multiple waarde van Kuhl. En ook dus dat wij de bomen goed zullen beschermen. We zullen ze ervoor zorgen dat ze de gebruikelijke aandacht krijgen om uit te groeien. En dit zal ook natuurlijk in gedachtenis zijn van dit geweldig gebeuren. Dat er dus 15 hertogs steeds geweest zijn om die bomen te planten. Dat is een bijzondere gebeurtenis. En wij van Sinapa zijn bijzonder blij dat we ook de gemeenschap deelachtig kunnen maken van de geweldige waarde die hier is. En onze aspiratie is om het optimale uit te halen. What we plant today will bloom tomorrow in all its glory for the benefit of generations to come. Blessed is he who plants, knowing that he himself will not enjoy the fruit of the tree. We must realize that we stand on the shoulders of great men and women of the past and enjoy the fruits of their labors. In this way, we not only have the responsibility for the current generation, but also that we lay a better foundation for the next generation. These trees will not stand alone. Kuhl is more than a collection of trees. Just two or three of the longest or two will be all you can enjoy. Right. Yeah, yeah. So, yes. And they go with that monkey pop. We are standing here at the front of the Botanic Garden to plant 15 trees. 15 trees symbolizing the 15 members of CARICOM. And those trees we'll plant today, they will grow and finally they will have also their own crown touching each other. And that is what we need from CARICOM in the future, to be united. Secondly, these trees, what we'll plant, will give seed, will give flowers, and that symbolizes the future, what we want to create with planting the trees. Wat ik ervan weet is dat in het kader van 50 jaar CARICOM er 15 bomen geplant worden. Want op het ogenblik is er dus een CARICOM meeting, er zijn events. Want het is bekend dat onze president Chandrika Prasad Santokhi voor de komende tijd de leiding heeft van de CARICOM. Hij is chair, hij is voorzitter. En vandaar dat de vergadering ook hier gehouden wordt, de 43ste vergadering van staatshoofden van CARICOM. En dat is een goede zaak, want ik denk dat het politiek van nut is dat hij chair is. Ik denk dat hij voor Suriname het optimale uit kan halen.